Yo, dames en heren, dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag gaan we met deze flirt op stap, op reis. Kijk je mee? We staan nu op het prachtige station Breda. En we gaan even een ritje maken, dames en heren. De 25-21, sorry dames en heren. Station is Gilserijen, station Gilserijen. Yo, dames en heren, nu staan we op Zuid-Horen-Bos. Ik ga nu naar Eindhoven Centraal, want daar heb je meer aansluitingen, meer mogelijkheden. Dus dan zie ik je daar, dames en heren. Uit die flirt ben ik uitgestapt. Kan ik inzoomen? Nee, dat kan niet. Ik wil een flirt aankomen. Oh, de flirt naar... Daar gezwaarden we. Dames en heren, ik zie je straks in Duindhoven. Ciao, ciao. Yo, dames en heren, ik zit in deze Firm M. Naar de richting van Maastricht. En ik stap uit op het volgende station, namelijk Eindhoven Centraal. Dan weet je dat. Yo, dames en heren, ik zit in de trein richting Deurne. En daar ga ik overstappen of in de trein blijven zitten richting Zuid-Horen-Bos. En nog daar ga ik naar overstap de trein richting Roermond. Dan ga ik met de Arriva Flirt even een rondje maken. Dus dat ga ik doen. Yo, dames en heren, ik ga niet nog een keer de acceleration en deceleration filmen. Want dat heb ik al gedaan. Maar dat zagen jullie al. Dus dan weten jullie dat.
vijfde flirt, de vierde flirt die werd afgeleverd. Wat fuck doet de communisme hier? Yo, dames en heren, ik sta nu op station Deurne en ik ga all the way back terug helemaal naar Zuid-Hoogenbosch. Om daar over te stappen op de trein richting Hengelo of Almelo. Of richting, ik ga richting Overijssel. Dus dat. Ik zou zeggen. En ja, ik ga naar de eerste klas. Dames en heren, ik ga plaatsnemen in de eerste klas en dan ga ik naar Zuid-Hoogenbosch. Maar dan zien jullie me daar. Want ik ga niet 80 keren acceleratie en deceleratie en filmen. Dat doe ik 1 keer, doe ik 2 keer, maar geen 60 keer. Dan weet je dat. Dames en heren, tot zo in Zuid-Hoogenbosch. Yo, dames en heren, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik sta op Zuid-Hoogenbosch, als je daar leest, kan lezen. En nu ga ik even koffie drinken, want ik merk dat ik het nodig heb. En ik ga naar Zwolle, daarna. Dus blijf kijken als je dat ook wilt zien. Vandaag gaan we met de Blauwnet Sprinter racen, om precies te zijn de RS23. Ik ga zo voor jullie filmen hoe en wat. Dus blijf kijken. Als eerste lopen we. Kijk. Deur is defect. Deur defect. Door not in use. Please use. Moeten we helemaal daar lopen? Ja, de Blauwnet heeft sinds kort lijnnummer. Net zoals in Duitsland. In Duitsland heb je in plaats van de S heb je de B, RB23. Maar omdat de Nederlanders zijn, regionaal stoptrein. In Duitsland betekent de regionaal baan. In Nederland heet het regionaal stoptrein. 23, dat even een korte uitleg. We doen de deur open. Hier, kijk, ledverlichting. Zie je? Ledverlichting. Zie je, ledverlichting, hoe vet. We lopen eerst even naar het toilet, want ik moet hoog naar de zeiken. Dit is de Blauwnet Sprinter. Maak hier even een fotootje van. Ja, een foto van maken? Nee, dat kan niet.
Weet je? Andere ook zo. Dit is de blauw naar sprinter, zo ziet hij er van binnen uit. Ik loop even heel snel doorheen, ik ga niet uitleggen. Keolis blauw net. Maak hier ook een fotootje van. Zo ziet de wc er. Oeh. I'll be right back. Yo, dames en heren, zo ziet de eerste klas eruit van Keolis. Grijze hoofdsteunen, rode rugleuning en grijze zittingen. En? Twee stopcontacten onder de stoelen. Dit is treinstel 7403. De derde treinstel, de derde flirt die werd geleverd door Stavner. Oh. Ik kan beter niet hier gaan zitten, dat is een stiltecoupé. Oh, je hebt stedplaatsen waar je tegenaan kunt leunen. Zie je, dames en heren? Beste reizigers, welkom bij Keolis Blauwnet. Je bevindt je in de... Onderweg stoppen we nog op de stations Heino, Raalte, Nijverdal, Wierden, Almelo, Almelo de Riet, Borne, Hengelo en Enschede Kennispark. Reis je met de OV-chipkaart? Zorg er dan voor dat je bent ingecheckt bij Blauwnet. Wij vertrekken over enkele ogenblikken. Wij wensen je een aangename reis. We vertrekken nu vanuit Zwolle. Yo, dames en heren, ik zit in de Keolis Flirt. En een feature wat de Keolis Flirt wel heeft en de NS Flirt niet, is zonnescherm. Kijk. Als de zon schijnt, en je wilt niet dat de zon in je ogen schijnt, kun je de zonnescherm naar beneden doen. En de klaptafeltjes. Zie je? Hier een prullenbakje. Hier kun je afval in droppen. Twee USB oplaadpunten en stopcontacten. Er zijn even ook wifi, maar dat spreekt voor zich. Anno 2023. Dames en heren, ik moet je zeggen, er zitten nog best oké. Het is leer, het is hard. Maar ik denk dat je dat op de koop moet toenemen. Ik zal deze even daar omhoog doen. En deze ook heeft. Leeslampjes, zie je? Twee leeslampjes per richting, per stoel. Maar de comfort kan beter, Keolis. Ik heb eerder met je gereisd in de tweede klasse. Maar dat was, ik moet je zeggen, de tweede klasse zit beter dan de eerste klasse.
Maar ik wil eerst een klas reizen voor vandaag, dus dadelijk eerst een klas reis. Maar dat is. Heino, dames en heren, station Heino. Op dit moment kan helaas geen reisinformatie getoond worden. Wij informeren u weer zo snel mogelijk. Beste reizigers, het volgende station is Raalte. Deze trein rijdt onder andere verder naar station Nijverdal, Vierden en Almelo, met als eindbestemming Enschede. Denk er bij het verlaten van de trein aan dat je uitcheckt op het perron. Nu eerst station Raalte. Down a sprinter. Station Borne, dames en heren, station Borne.
Ik heb even in de eerste klas, in de tweede klas plaatsgenomen. En om maar heel kort even iets over te vertellen, want we zijn bijna bij Hengelo, want ik moet er namelijk uit. Om maar heel kort iets over te vertellen. De tweede klas zit echt aanzienlijk beter dan de eerste klas. Dus, ja. Hé, stad en fabriek, ja. Zie je, stad en fabriek. Hé, hey, Euroviol. Eurofiel. Eurobaan. Zie je? Eurobaan. Maar de tweede klas zit echt 10 keer beter dan de eerste klas, Keolis. Dus als je deze kijkt, dan is dat werk in de winkel. Dus dat is, dat is even over de tweede klas. Yo, dames en heren, ik sta op het station van Hengelo. En over 1 minuut komt de Intercity naar Den Haag Centraal, waar ik bij Utrecht Centraal uitstap en overstap op de trein richting Zuid-Hoogendbos. En ik ga weer terug naar Noord-Brabant, zodat ik via Breda en zo terug naar Rotterdam kan. Dus dat is mijn plan. Dus ik zie jullie weer in Zuid-Hoogendbos. Of in de trein, kan ook nog. Ik ben voor de tweede of derde keer in Zuid-Hoogendbos. Dus ik ga nu naar Breda in Dordrecht. Kijk, deze NS Flirt heeft en geen leeslampjes en geen zonnescherm. Dus als je graag een zonnescherm wilt hebben en wilt lezen in de trein, dan raad ik je aan om naar om de Zwenswoka traject te rijden. Zwolle Enschede en Zwolle Kampen. Dus dat eigenlijk. Voor de laatste keer, dames en heren, dus echt de allerlaatste keer. En dan sluit de video af en ga ik in de ICD ga ik de video afsluiten. Ik sluit de video hier af. Vond je deze video een leuke video? Druk dan op het blauwe duimpje omhoog. Wil je niks meer van me missen? Druk dan op het abonneren knopje hier beneden. Zet het belletje aan en zet hem op alles. Dames en heren, ik sluit de video hierbij af. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer hier beneden. Druk op het belletje. Zet hem op alles. En dan zie ik je in de volgende video. Bye bye.